tactisch niet consequent bent, dan heb je zo de wedstrijd verloren. Dat is een goede binnenkomer, gelijk de eerste bal inspelen. Ewout heeft ook een hele goede wedstrijd tegen Laurens gespeeld in de halve finale. Daar won hij redelijk overtuigend, vond ik. En die jongens die, zoals Ewout, ja, die trainen in Denemarken, daar is een hele sterke groep. Ze hebben competitie gespeeld, ze spelen daar competitie, ze spelen internationaal. Dus ja, Ewout is gewoon veel beter getraind dan Bari. Ik kan me echt niet voorstellen dat Bari deze wedstrijd zou kunnen winnen. Dan moet hij echt heel goed spelen, dan moet hij ook 7 games volhouden. Of 4. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dat zou in ieder geval verrassend zijn. Dat zou inderdaad zeer verrassend zijn. Barry is 1 keer een Nederlands kampioen bij de heren geworden. En meerdere malen in de mixdubbel en de herendubbel. En dit jaar niet in de herendubbel. Dus waarschijnlijk is zijn doel dan maar bij de enkel. Dat zal lastig worden. Volgens mij heeft Ewout 2 jaar geleden gewonnen? Of? 3 jaar geleden denk ik. Vorig jaar Raiko, het jaar daarvoor Laurens. En daarvoor 2 keer Ewout Oosterhout. 2014-2015. Nou, ik vind Ewout op dit moment, dit weekend, gewoon heel, heel scherp. En zowel hij als Laurens, die zijn wel heel zuinig omgegaan met hun krachten. Ze hebben geen dubbel gespeeld, geen mixdubbel. Dus die hebben zich gefocust op het enkelspel. En ik denk dat hij die focus kan houden en dat hij deze finale ook gaat winnen. Ja, voor hem is het ook het doel. Hij speelt één variant, alleen de enkel. Ja, dan is dat ook wel... Je moet keuzes maken, zoals Rijko. Die heeft gisteren zowel mixdubbel als dubbel gespeeld. Hij is Nederlands kampioen mixdubbel geworden. Ook in mixdubbel, vanmiddag ook de dubbelfinale. Ja, vierdubbel. Maar dat kost je gewoon heel veel energie. En ik kan me niet voorstellen dat al die wedstrijden van gisteren vandaag geen rol hebben gespeeld in de halve finale tegen Bari. Je mist toch wel iets scherpte. Je bent net iets trager, iets meer vermoeidheid in de benen. Het blijft wel een zeer explosieve sport, ongeacht hoe getraind je bent. Je komt op een gegeven moment toch wel krachten tekort. Maar goed, Barry heeft ook dubbel gespeeld. Een mixdubbel weet ik even niet uit mijn hoofd, volgens mij ook. Dat deed hij altijd met Carla, maar nu dit jaar volgens mij niet. Nee, hij heeft niet gespeeld. Hij heeft alleen heren dubbel gespeeld. Maar goed, hij is ook wel ietsje ouder dan Ewout en Laurens en Rijko. Kijk, wat Ewout in de problemen zou kunnen brengen is het feit dat Bari net een andere tempo speelt dan wat die jongens niet gewend zijn. Kijk, daar in Denemarken dan heb je een internationale groep. Die spelen internationaal op een redelijk goed niveau. Dus hij is gewend om snelle ballen, harde ballen te krijgen. En hij... En hij krijgt nu wel wat, moet zeggen, van Bari toch wel andere ballen. Net iets minder snelheid, wat meer spin. Een andere type speler. En als je daar je spel niet op aanpast, dan dat zou best in de problemen kunnen komen. Dat zag je net even bij de vorige rally met de backhand. Die niet echt doorkwam. Ondertussen is het 7-5. Ja, goede backhand. Ja, kijk, dit is een typisch voorbeeld van op het moment dat Bari gaat versnellen, dan is die versnelling, voor Ewout, is dat is fijn. Op het moment dat hij die bal met een andere snelheid speelt, dan moet hij toch wel wat meer beoordelen. Kijk, dit soort, hij heeft nu volgens mij 3 keer een beetje half lang geserveerd. Nou ja, die jongens die hebben geen twijfel, die halen gewoon direct uit. En Ewout speelt op dit moment beter dan bijvoorbeeld Rijko. Daar heeft Rijko heel veel punten laten liggen vandaag. Ja.
Ja, het is al 11-5. Zoals je eigenlijk al voorspeld had, dat het al snel zou kunnen gaan. Nee, maar Ewout dicteert het spel. Hij maakt de punten voor zichzelf. En de punten die Bari gemaakt heeft, ja, dat waren eigenlijk foutjes van Ewout. Het is niet zo dat, dat Bari Ewout onder druk kan zetten. Dus ja, hij leeft een beetje van de, ja, de puntjes van Ewout die weggeeft. Dus de druk is volledig. Of, ja, Ewout bepaalt het spel. Dat is ook te zien aan de stand. Dat is te zien aan de stand. En ik kan me niet voorstellen dat die andere games anders gaan verlopen. We zullen het zien in de volgende game. Ewout is erbij gaan zitten eventjes. Op het moment dat je de eerste game wint, dat geeft ook wat meer vertrouwen. En als het ook een tweede game goed begint, dan vrees ik dat er geen houden meer is aan Ewout. Dat hij ook helemaal losgaat. Ja, je zag ook de eerste aantal rallies dat hij gewoon echt vol eroverheen ging. Barry's service, waar Barry best wel onbekend staat dat hij goede service heeft, dat die toch wel vrij makkelijk overgenomen werden. Dat zal Barry ook niet gewend zijn in de competitie in Nederland. Nee, maar goed, dat is de kwaliteit van Ewout en van Laurens tegenwoordig. Dat ze toch wel op een hoger niveau trainen. Dat ze op de training veel moeilijkere service te verduren krijgen dan wat Bari bijvoorbeeld vandaag speelt. En, ja. Dus het niveau ligt iets hoger. Barry lijkt toch zijn tactiek een klein beetje aangepast te hebben. Hij probeert toch meer druk te spelen. Hij heeft ook gezien dat de korte services, of een half lange service eigenlijk, nauwelijks effect hebben. Dus dan maar een lange. Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, hij gooit nu het spel open met twee keer lange service op het midden van Ewout. Het verbaast me dat Ewout die ballen niet direct met voorhand opent. Hij heeft twee keer backhand gepakt en ja, dan komt hij daarna wel in de problemen in de rally. Ik ben wel benieuwd wat het antwoord van Ewout is, want volgens mij staat hij 4-0. 4-0. Ja, 4-0. 3-0. Nou, er gaat iets mis met de livescoring, ja. Denk ik, want het is 4-0. Ja, de score. De 4 is weer goed en de 1 nu ook. Maar Ewout raakt hier ook niet echt van in paniek natuurlijk. Na zo'n eerste game. Kan je twee ballen missen? Nee, ik kan me niet voorstellen dat hij Ewout zou kunnen blijven verrassen met die lange service. Op een gegeven moment dan heeft Ewout wel in de gaten wat de tactiek van Bari is. Daar had ik het met jou ook over. Je ziet dat bij jonge spelers of minder ervaren spelers, dat die vaak de hele game dezelfde tactiek min of meer blijven spelen. Wel een beetje variëren, maar niet veel. En dat hoe hoger het niveau wordt, en zeker internationaal is dat zo, dat je eigenlijk niet de hele game precies dezelfde tactiek kan spelen. Dat de variaties eigenlijk steeds groter worden. Dat er veel meer gevarieerd moet worden op de basistactiek. Ja. En dat daar ook vaak in Nederland de wedstrijden op gewonnen worden. Degene die meer varieert en dat ook goed doet, die wint vaak de wedstrijd. Ja. Zie je dat ook? Dat is ook een kwaliteit van een goede speler, dat die tijdens de wedstrijd in staat is om de wedstrijd te lezen en van tactiek te veranderen. Want je begint aan een wedstrijd met een bepaalde tactiek, maar goed, je bent afhankelijk van ook wat de tegenstander doet. En je moet wel in staat zijn om in de wedstrijd dat voortdurend aan te passen. Aan de ene keer is het aanpassen, aan de andere keer is het consequent gebruik maken van de zwakte punten van de tegenstander. Dus blijft altijd wel even goed in de gaten houden wat op die tafel gebeurt. Je hoort Barry ook commentaar geven op zijn eigen bal, want
Daar zat niet veel dreiging achter zijn laatste contact. Nee, oké, okay, maar het was wel goed kort gelegd door Ewout. Te hoge bal teruggeven. Maar ik bespeur toch wel een beetje twijfel bij Ewout. In zijn keuzes. In de eerste game heeft hij toch wel wat betere keuzes gemaakt. Ook zo'n service naar zijn voorhand. En nu pakt hij met backhand. Nou ja, dat was een prima bal om gewoon met voorhand te openen. Diagonaal. Dat heeft hij de eerste game gedaan. En nu heeft hij toch wel een paar keer de verkeerde keuzes gemaakt. Ook bal zoals deze. Ja goed, die krijgt wel op het net. Maar goed, die krijgt nog steeds een goede hoge bal. Ja, die mist hij weer. Dus een beetje zoeken. En iets te veel twijfel. Ja, de game gaat toch best hard qua stand. 9-5 voor Barry Weijers. Dat hadden we na de eerste game niet zo verwacht, toch? En de eerste paar punten. Nee. Nou ja, goed. Barry is wel een slimme speler. Hij heeft wel Ewout weten te ontregelen. Even wat andere dingen doen. Waardoor Ewout wat minder in zijn spel kwam en ook wat meer fouten maakte. De verdienste voor Barry. Ewout lijkt last te hebben van zijn heup of van zijn bekken. Dat stond net ook bij tussen de eerste en de tweede game ook al een beetje te rekken en te strekken. Of is het... Het zou best kunnen zijn dat hij wel ergens een pijntje heeft. Maar goed, op topniveau ben je nooit 100% fit. Je zult wel altijd wel ergens een pijntje voelen. Ik ben wel benieuwd hoe deze game eindigt. Want ja, Barry stond wel een paar punten voor en Ewout komt terug. Even kijken wie toch wel cool blijft. Goede dode service. De bal komt wat hoger op en dan kan hij gelijk uitzoeken. Nou ja, goede opening. En in de rally is Ewout normaal gesproken wel, zou die sterker moeten zijn. Vind jij Ewout meer een forward georiënteerde speler? Dus is hij sterker met voorhand of meer met backhand? Of vind je hem echt een tweezijdige speler? Nou ja, die jongens die zijn wel behoorlijk lang. En dan is het voor voorhand hebben ze iets meer tijd nodig. Kijk, hij heeft zoals deze weer een lange service van Barry op het midden van Ewout. Ik moet zeggen, wel gedurfd op deze stand. Ewout had wel daar rekening mee gehouden. Dat had eigenlijk iets meer kunnen doen met die ballen, ook met deze. Maar goed, kwaliteit van Barry dat hij ook in deze laatste service gewoon best veel topspin weet te geven. En deze game wint, knap. Goed geplaatst ook, want hij ging wel echt naar. Hij draaide wel een beetje raar weg naar buiten. Dat was geen. Voor Ewout zou het normaal gesproken wel een makkelijke bal moeten zijn, maar het was geen bal die je veel ziet. Nou, ik denk dat Ewout die bal wat meer op het midden verwachtte. Want daar heeft Barry de hele tijd eigenlijk een beetje op geserveerd. En nu gaat hij in één keer diep naar buiten, naar de backhand. En dat verwachtte Ewout niet. En dat is ook een kwaliteit van Barry, dat hij. Toch wel slim speelt op het einde van de game. Andere dingen doen dan wat je eigenlijk de hele game hebt gedaan. Ja, Joe gaf dat net bij de dames ook aan. Die zei, ja, ik was zelf altijd iemand die... je hebt spelers die bij 9-9 in de 7 of in de 5e voorzichtig doen. En kort op midden en hopen dat het goed gaat. Ze zegt, ik was zelf meer van keihard op wisselpunt of scherp naar buiten vanaf haar linkshandige positie. Om de tegenstander juist meer onder druk te zetten. In plaats van jezelf de druk te ontnemen. Nou ja, dat typeert topspeler. En nou ja, goed, Joe die heeft niet voor niets zoveel Europese titels gewonnen. En dat zie je wel vaak zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Dat ze op het einde van een game aan de ene kant verrassend, maar wel kwalitatief goede dingen doen. Niet twijfelen. Ik wil niet zeggen dat ze heel veel risico nemen. Het is wel een iets wat ze beheersen. Zei Joe ook, ze zei ik neem wel meer risico, maar wel altijd zo dat ik weet
dat het niet een kansloze missie is. Ja. Dat het een suïcidale missie is, waar we zo spreken. Ondertussen 2-1 voor Ewout. Ja, het valt me op dat er niet veel lange rallies gespeeld worden. De service, de return, de opening, dat bepaalt eigenlijk hoe snel een punt gemaakt wordt. En je ziet maar heel weinig rallies tussen deze twee jongens. Dat betekent dat het de kwaliteit van service ontvangst en die derde bal heel goed is of juist niet? Nou, dat ze tactisch elkaar wel weten te bestrijden en bezig weten te houden. En ik merk dat Barry toch wel wat meer vertrouwt op zijn lange service. En hij wil op een of andere manier wil hij de rally aangaan met Ewout. Anders ga je niet langs serveren. Ik weet niet of dat het recept is. Tot nu toe gaat het beter dan in de eerste game, waarin hij veel kort serveerde. En Ewout pakte in de eerste game natuurlijk al die half lange en korte ballen gelijk hard aan. Je was ook vrij lang, dus kort is ook niet echt. Daar pak je hem niet mee. Als die 30-40 centimeter korter is, is het een ander verhaal. Ja, ja goed, Ewout maakt iets te veel fouten met de opening. En op een of andere manier weet Barry toch wel in de rally toch wel druk te zetten. En ja, Ewout die speelt ook best veel in de back-end van Barry. Nou, dat is eigenlijk een sterke wapen van Barry. Hij laat hem ook niet lopen. Maar bij Barry, als je hem laat lopen, ja, dan heeft hij ook wel tijd nodig om te bewegen. En daardoor is hij meteen uit positie. Zijn kwaliteit wordt dan wat minder als hij veel moet bewegen. Maar Barry's backhand, zijn blok is goed. Zijn spin is in wedstrijden de ene keer beter dan de andere keer. Ik heb Barry als iemand die voorhand, meer voorhand georiënteerd speler is. Zie je dat anders? Ja, maar ik vind dat ook in andere wedstrijden wat ik gezien heb, ze spelen allemaal best veel naar zijn backhand. En hij speelt backhand, dan loopt hij om en dan kan hij met voorhand redelijk plaatsen. Het is niet zo dat hij meteen een snoeiharde voorhand heeft, maar hij weet wel goed te plaatsen. Enigszins wel af te wachten, wat doet de tegenstander, waar staat die tegenstander. En dan met een kleine schijnbeweging om een andere hoek in te spelen. En het viel me op dat ook Rijko, maar ook andere spelers gewoon te veel bij hem in de bekken. Martin Kachanov in de kwartfinale, die speelde, kijk, een bal naar de voorhand, dan is hij uit positie. En, ja. Maar die bekken bedoel ik, als hij echt actief met zijn bekken moet spelen, is hij niet zo goed. Maar als hij om kan lopen, dan kan hij natuurlijk gewoon heel hard, dan kan hij wel druk zetten. Druk zetten, maar ook met de bekken kan hij wel druk zetten. En bij tafel. Ja, bij tafel. Ja. En ik denk als je bij Barry de eerste twee ballen op voorhand speelt, dan denk ik dat hij wat meer in de problemen zou komen. Ik denk voor Ewout ook prettiger, want Ewout is nu ook een beetje aan het zoeken van die bal op midden of op wisselpunt waar hij wel eens moeite mee heeft. Ja. Hij mist ook wel wat meer backhands dan in de bal. Ja. Desondanks staat hij 7-5 voor in de derde game. Weijers gaat serveren. Eens kijken of hij voor de verrassing gaat en weer een lange service doet. Of dat hij toch wel een keer een kort gaat proberen. Nee, hij gaat voor lang door het midden. Kijk, en eigenlijk kan Ewout zo'n bal ook gewoon af en toe lang steken. Laat Barry maar openen. Blok hem gewoon rustig. Barry, als hij het spel moet maken, dan zal hij ook de nodige fouten maken. En hij zal ook niet vermoeid worden. Ook dat. Maar goed, Ewout hoeft niet zoveel druk te zetten op hem. Maar zo zeggen, hij kan voor iets minder snelheid kiezen. Maar de ballen wel op tafel. Op tafel diep, veel rotatie. En nu gaat hij bij de eerste opening, dan probeert hij meteen de langste spelen. Ja. Dat werkt in de eerste game wel heel goed, maar ja, dat is niet iets wat kunt verwachten op dit niveau, dat niet 4 games lang kan. Als het wat minder gaat, dan moet je gewoon zorgen dat die bal op tafel komt. Kijk, en dan is Barry, hij maakt ook de fouten, dus... Ja.
9-6. Ewout kan zelf serveren om op gamepoint te komen. Eigenlijk 4 gamepoints. Of knokt Barry zich nog terug tot 9-7. Goed gedaan van Ewout. 4 gamepoints. Ja, nee, maar goed, je ziet hem wel goed terugkomen in deze game. En hij houdt nu al wat meer rekening met die lange service van Barry. Goed druk gezet met zijn backhand. Ik geloof dat Eva er heel veel pijn aan zijn heup heeft. Toch wel, hè? Ik zag het net ook al. Maar hij pakt de game toch niet makkelijk, maar ook niet met heel veel problemen. Ik ben benieuwd. Pijn in zijn heup. Het is een finale van de NK, dus je zegt ook niet laat maar gaan deze wedstrijd. Het is iets anders dan een competitiewedstrijdje. Ik zou zeggen, ja, misschien doen we een pijnstiller of zo. Iets nemen waardoor je de pijn wat minder wordt. Maar goed, met zo'n finale heb je ook best veel adrenaline in je lijf. En je kan wel wat pijn verdragen. Dat kan ook betekenen dat hij echt veel pijn heeft. Als hij met die adrenaline nu nog last heeft, dat hij... Eigenlijk is een... Je kan beter iets aan je lies hebben of aan je been dan aan je arm. Want als je aan de arm hebt en je kan niet uithalen, dan is het, vind ik, iets lastiger. Ik heb zelf... ooit op de wereldkampioenschappen dat ik echt mijn pectoralis een scheur had. Ja. En ik heb wel wedstrijden gespeeld. Nou, dat is echt niet te doen. Over afzien gesproken. Ja. Het is nooit fijn om een wedstrijd te spelen als je pijn hebt. Want je hele focus gaat eigenlijk naar de pijn. Je gaat ook anders bewegen. Je probeert... Je been of je arm te ontlasten en dan ga je ook heel anders spelen. En dan, je bent ook niet meer met de tegenstander bezig. Is het misschien wel een nadeel voor Ewout nu? Normaal gesproken is hij fysiek, denk ik, fitter dan Barry. Maar dat kan nog wel eens een nadeel werken als het op en neer gaat. De wedstrijd wat langer duurt. Nou ja, wat je ook ziet bij deze jongens is dat ze toch best zoveel trainen en zoveel wedstrijden hebben. Dat ze toch wel wat lichamelijke klachten hebben. Ik weet dat Ewout lange tijd last heeft gehad van zijn schouder. Het is nu gelukkig gaat het wel goed. Maar op topniveau hebben de spelers toch best veel klachten. Fysio hebben in de zaal. Volgens mij zou hij wel een time-out kunnen nemen voor een blessurebehandeling, maar ik weet niet of een fysio aanwezig is. Volgens mij niet vanuit de organisatie, maar wellicht is er iemand die dat is. Maar ja, dan duurt het wel even voordat we die gevonden hebben. Hij vraagt er nu ook niet om, dus we gaan even kijken hoe de game verder gaat, 2-2. Je ziet het wel in de tenniswereld dat... je praat wel over internationale toernooien en toptoernooien, dat er altijd al een visie aanwezig is. Nou ja, goed, bij ons op een EK en WK hebben we ook door de organisatie beschikbare fysiotherapeuten die jou kunnen behandelen. En zo hoort het ook in de topsport, je kan altijd wel ergens last van krijgen. Ze kunnen jou net even oplappen. Ja, dat is denk ik vandaag niet het geval. Goede tip voor de organisatie voor volgend jaar dan. 3 gelijk. Was een goede kans om het volgende punt te maken, maar lukt net niet. Ja, wel een lage topswim van Barry. En Ewout probeert een andere tactiek in plaats van openen, gewoon eens een keer lang steken. Hij loopt niet makkelijk.
een beetje kramp in zijn heup. Jammer voor de wedstrijd, maar ik ben bang dat hij het moet uitspelen. Hij zal het niet opgeven. Nee, dat hoop ik niet, want het zou zonde zijn voor zo'n finale. Ja, 4-5 op eigen service. Nu 6-4. Dus eigenlijk als in tennis heb je de mini-breaks in de tiebreaks. Dit is eigenlijk ook twee mini-breaks van Barry. Want die mag nu zelf gaan serveren met 6-4 voor. Ewout lijkt nog niet helemaal gefocust te zijn op de wedstrijd. Belangrijke game. Want zo, dat was een knappe bal van Barry. Nou ja, maar goed, ja, het is wel verschil of het nou 3-1 wordt of 2-2. En ja, Barry die blijft wel van tactiek veranderen. En met de service, met een zachte spin. Ewout mist ook wat meer. Je ziet dat hij ook problemen heeft met vanuit voor en weer terug naar de backhand lopen. Dat ja, is wel erg langzaam twee keer. Ja, die blessure die zal wel parten spelen. Ja, en Barry is ook niet gek, je ziet dat ook. Denk ik. Of in ieder geval het feit dat het gebeurt. Of het door de blessure komt, ziet Barry misschien niet. Maar hij ziet wel dat hij de backhand naar de volgende bal niet goed haalt. Dan zou hij wel daar gebruik van kunnen maken. Nou, dan mogen ze tegen elkaar dezelfde tactiek spelen. Want aan het begin zei je dat hij eigenlijk Barry meer moest laten lopen. Dat doet Ewout nu niet genoeg. Dat is een goede bal. Een moeilijke bal, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Hij heeft ervoor ook twee of drie ballen gemist. En deze gaat wel er langs. Maar hij staat wel volgens mij 9-5 achter. Ja, 9-5. Hij komt terug tot 9-6. Als hij dit punt nog kan maken, dan heeft hij nog kans om de game te pakken. Ik denk bij 10-6 dat het wel heel moeilijk wordt. Ik vermoed dat Barry, als hij nog een keer mag serveren zo, en die kans is vrij groot, dat hij nog wel een keertje lang serveert op de heup van Ewout. Want dat heeft hij nu al een paar keer niet gedaan. Ja, kijk, je hebt zowel Ewout als Laurens, die kunnen met die backhand flip, daar kunnen ze best veel druk zetten. En het verbaast me dat Barry toch wel een paar keer daarna de backhand serveert. En ik denk dat hij toch wel op een andere plek zou moeten serveren. Ewout heeft Barry toch wel een paar keer verrast met een goede backspin service. Barry probeert hem kort te leggen, maar toch wel drie keer in het net deze game. En hij varieert wel goed die backspin en die dode service. Dus, toch 9-9 na 9-5 achter. Twee goede ontvangstbeurten, twee goede servicebeurten. En wegwerp gebaren van Barry. Ja, dan moet je niet hebben op deze staan 9-9. Hij heeft wel 9-5 voorgestaan. Goed. Je moet wel vertrouwen hebben als je nu dit soort gebaren maakt. Dan, nou ja, goed, misschien is het ook een afleiding van Barry. Misschien het verwerken van de pijn van de punten die hij achter elkaar tegen heeft gehad. Ja, dat was een duur balletje, want hij had inderdaad kans om een punt te maken. Maar Ewout maakt nu wel gewoon 5 punten op rij. En als hij deze maakt, dan heeft hij 6 op rij in de game binnen. En dan wordt het wel erg lastig voor Barry. Het is wel opvallend dat Barry, als hij een paar keer gezien dit weekend, dat hij voor staat. Zoals nu ook, verliest hij 6 punten op rij. Wel allemaal goede punten van Ewout. Ja... Hij krijgt nu een gele kaart, dus, ja, sorry dat ik het zeg, maar is niet terecht. Ja, hij gooit ze een beetje op tafel, maar om nou een gele kaart voor te geven.
Ik weet dat dat bij Barry al jaren het geval is. Barry legt vaak zijn bedje net 10, 20 centimeter afstand zijn bed op tafel. En hij, ja, zijn hele carrière krijgt hij daar wel eens kaarten voor. Het is vrij streng gedrag van de scheidsrechters, denk ik. Gekkere dingen zien doen. Dus een beetje echt op tafel flikkert en dan krijg je er geen gele kaart. En zelfs Kim in de halve finale doet dat ook. En dan zie je de scheidsrechter grijpen naar zijn zak en ja, die gele kaart niet uittrekt. Ja. Ja, of allemaal niet. Ja, maar niet, ja. Ja. Zo. Kijk, het zo erg was het ook weer niet, vond ik. Maar. Het was geen echte frustratie. Teleurstelling misschien een beetje, maar hij gooide niet zijn bedje vol naar de tafel. Niet, ja. Het is ook niet netjes. Barry moet ook beter weten. Maar. Laten we het over de wedstrijd hebben, Benny. Zeker. De beslissingen van de scheidsrechters. Nou, die gaat nu ook weer verder, dus we hebben ook weer... aanleiding om het over de wedstrijd te hebben? Het is killing voor de wedstrijd, want hij 9-5 voorgestaan, kans op 2-2. Ja, nu 3-1 achter. Ik vrees ook een slecht begin van de wedstrijd voor Barry. Dat is voor Ewout. Ja, dat geeft hem gewoon volop kans om de wedstrijd af te maken. Hij blijft ook langs de veren, Barry, twee keer. En Ewout rekent erop en hij speelt ze nu gewoon in. Dit is niet. Niet langs, dit is gewoon concentratie helemaal weg. Kijk, en dat kan ook te maken met het fysieke gedeelte. Want als je vermoeid bent, dan neem je gewoon de verkeerde beslissingen. Dan ben je niet meer scherp en je kunt je niet concentreren. Je focus is weg. Nou ja, dat is gebeurd. Hij moet nu echt bijblijven, anders is het snel afgelopen. Het is 2-1, dus op zich. Hij moet zijn service in ieder geval houden de hele game, want anders dan, wordt het sowieso lastig. Ja, niet alleen de service, maar ook deze flipbal was ook... had hij beter niet kunnen spelen, laat maar zo zeggen. Want het was kwalitatief niet goed genoeg. Voorheen heeft hij best wel goed kort gelegd en steken. En je moet tegen Ewout niet met zo'n eenvoudige flipbal komen. Ja, ik zou verwachten dat Ewout die lange rally's dat hij zou kunnen winnen. Maar hij verliest best wel rally's. Barry speelt ze ook wel vaak of echt scherp of goed op zijn wisselpunt. Dan nog zou Ewout die rally wel aan moeten kunnen gaan. Maar hij wordt daar toch gedwongen tot fouten. Kan zijn doordat hij door zijn bewegingen, dat hij niet zo makkelijk kan bewegen door zijn heup. Dat hij toch twijfelt of niet overtuigd is van dat hij het kan. Ja, nee, maar ja, goed. Kijk, als je zoveel traint, dan ben je meestal wel wat vaster in de rally. Dan maak je minder fouten. En ja, de lange rally's zijn toch wel een beetje naar Barry gegaan. En dat is wel verrassend. Een beetje pech, krijg je weer een gele kaart. En dat is volgens mij ook punt aftrek als je nog een gele kaart krijgt. Ja, ja. Hij zei er ook wat over. Volgens mij zei hij, moet ik geen geel krijgen. Ik weet niet, ik verstond het niet, maar hij mompelde wel wat naar de schijt. Dat bedoelde hij ook, ja. Dat bedoelt hij ook. Het zou ook niet, ik vind het ook niet heel sterk als hij door die ene gele kaart nu deze game niet meer, dat hij geen focus meer kan houden. 1-2 punten oké, maar daarna moet je toch wel weer focus hebben. Het is niet door de gele kaart en ja, zoals je ziet heeft hij het nu al weggegeven. En kijk, ik denk dat de teleurstelling van die 9-5 voorsprong, dat hij dat niet meer te boven komt. Maar... Wat we aan het begin ook zeiden, hij houdt niet van verliezen, dus ik neem aan dat hij toch nog een poging gaat doen. Ik bedoel, met 7-3 is het nog te doen. Hij is nu te veel afgeleid. Kijk de tribune in. Onnodige risico. Ik geloof dat hij ook last van zijn rug heeft. Dus de stand is nu... 8-3 voor Ewout. En nu 9, nu is het wel gelopen. Alles of niks, dus... Het zou best kunnen zijn dat hij op 9-5 toch wel wat lichamelijke klachten kreeg, Barry. Dat hij daardoor ook niet meer in geloofde.
Het is vooral niks op dit moment en weinig alles. Ik snap wel dat hij het probeert, maar het is wel... Het gevoel dat hij voor het eten thuis wil zijn. Studio Sport kijken of zo, maar 7 uur, nou dat haalt hij nog wel. Maar nee, maar goed, dat die 9-5 wat hij weggeven heeft, dat was einde wedstrijd. Ja, en nu waarschijnlijk het laatste punt. Ewout Oostwaard weer Nederlands kampioen voor de derde keer. Knap. Paul dan, bedankt voor je commentaar. Hopelijk zien we je volgende keer weer terug.